Hoi lieve mensen, ik heb jullie iets te vertellen tussendoor een video. Een update over storytime, want er gaat aankomen, wat er ging aankomen, wil ik zeggen. Waarom het ging aankomen is, hoor je dat nu in later na de intro. Hoi mensen, daar was ik weer. Leuk te kijken naar deze nieuwe video. Ik ben Isaac. En ik ga wat vertellen over de storytime waarom het niet offline is gehaald. En nu weer online komt, 15 april. Nou, dat ik nagedacht over dingen wat ik heb verteld in de storytime waarom ik niet zo tevreden mee was. En ja, anders. Voor de rest gaan we gewoon door. Weet waren. Dus ik heb alle vier verwijderd, ook de week van Storytime. Ook alle promo's, ook alle aankondigingen, alles heb ik verwijderd uit Storytime. Alleen zijn er gewoon Facebook dingetjes erbij, maar daar letten we niet zo op, want dat komt niet meer online. Punt. Alleen of de volgende keer Storytime komt, nee, denk ik niet. Of iemand anders erin, maar zo wat ik net al gehoord had, dat zeker niet. Dus, ja. Weet je dat dit toen gebeurde met een persoon waarmee ik het verteld had in de video? Of wat doe ik? Nee. Ik heb het zelf besloten om het niet offline of een mail weg te halen. Niks erin te veranderen. Ook opnieuw, ook niet meer opnieuw te monteren en te doen. Gewoon gelijk verwijderen. Ik heb alles zelf verwijderd ervan. Dus ja, dat dus. Helaas, zo so be it. En ik hoop dat je het een leuk video vond of nog. Dat je niet al teleurgesteld bent daarover. Want het is natuurlijk iets van content waarmee ik mensen in ga kwetsen. Dat ik al verteld in de storytime. En ja, dat dus. Vond je het een leuke video? Dan een duimpje omhoog. Dit keer voor de 30 likes. Denk ik, hoop ik. Dan zie ik. Dan zie ik jou elke dag om 4 uur een nieuwe vlog. Of elke donderdag een nieuwe video. Zondag een nieuwe video om 11 uur. En dan zeggen we ze nog wel tot later. Ik wil je niet abonneren, hè? Een belletje in te drukken om je rest. En dan laat het abonneren later.